Zou jij graag een antwoord hebben op alle vragen die je hebt over jouw hond? Heb jij misschien een hond die voedsel steelt van tafel? Of die jouw boeken kapot bijt? Of de notities van uw vergadering? En ja, er zijn honden die heel graag was stelen uit de wasmand. En dan bij voorkeur die vuile was in het gras gaan leggen. Of misschien heb jij wel een hond die wegloopt als je gaat wandelen, die zich lostrekt. En dan mag je staan hier roepen, maar hij komt niet terug. Waarom? De meeste honden liggen graag in de zetel. En die afstandsbediening voor tv, ja, dat is wel hun favoriete speelgoedje. Want ze hebben gezien dat dat ook het favoriete speelgoedje is van hun baasje. Sommige hondjes durven alleen snoep stelen. Snoep dat niet voor hen bestemd is en waar ze ziek van kunnen worden. Oh ja, jouw hond, eet die ook zo graag schoenen en veters? Dat is echt wel een keitof speelgoedje, maar wij mensen, ja, wij vinden dat niet zo leuk. Is jouw hond misschien een drama queen als je zijn nagels gaat knippen? Gedraagt hij zich alsof hij gaat gefolterd worden? En valt hij bijna flauw? En geef toe, welke hond wil nu wel graag in bad? Maar is dat nodig dat je je hond regelmatig in bad zet? Ik ben ervan overtuigd dat jouw hond de allerleukste is. Maar soms zou je toch wel graag gedrag aanpassen. Of stel je vragen over de opvoeding of over de dagelijkse verzorging. Wel, we hebben een oplossing voor jou. Wil je graag je hond leren luisteren? Gewoon luisteren dat hij doet wat hij je vraagt. Dat is belangrijk om harmonieus samen te leven, maar ook voor zijn veiligheid en jouw veiligheid. Wel, dat kan als je kwispelbaasje wordt. Met kwispelbaasje krijg je een antwoord op alle vragen over jouw hond. Alles staat op één online leerplatform. En je krijgt 3 maanden online persoonlijke begeleiding. Dus word kwispelbaasje en wij helpen je verder.